zo hoog. Ja. Welkom allemaal. Welkom namens de stichting 850 jaar Zaamslag. Een speciaal welkom voor de wethouder, maar die is er nog niet, dus die gaan we straks nog eens een keertje welkom heten. En Zaamslag bestaat 850 jaar, dat hebt u nu wel door, denk ik. En dan denkt u van, ja, maar 2013 is al voorbij. Nee, wij doen het op de antieke manier, de middeleeuwse manier. Die ging van Pasen tot Pasen. Dus tot Pasen is het nog steeds 2013. We hebben de stichting met de stichting al georganiseerd op 24 mei een informatieavond in Stropivat. Op 13 september een mini-symposium. Een flink aantal van u zijn daar ook naartoe geweest. Nu hebben we op 3 april een avond in de kerk. Maar tussendoor is er buiten ook nog iets gebeurd. Is op 21 februari het schild onthuld. Een aantal van u waren daar ook bij. En wat gaan we nog verder doen? We gaan een glazen tijdsvenster realiseren bij de Torenberg, bij de heuvel, bij de antieke plek natuurlijk. Er gaat een groot muurschildering komen. Die wordt gerealiseerd door de Zaamslagse Schilderscollectief. Daar zijn ze al mee bezig. U hebt het misschien al in de krant kunnen lezen. Er worden vertellingen gehouden op de basisschool, zodat ook de jeugd de historie van Zaamslag kan meemaken. En we krijgen informatieavonden op de Koningsdag en op het dorpsfeest en nog veel meer. Kortom, genoeg ideeën om de geschiedenis van Zaamslag levend te maken. Want dat is de bedoeling. Niet zozeer even erover praten en dan weer vergeten, maar ook weer door te geven aan de volgende generaties. Vanavond maken we een reis door de tijd. U zult het merken, het gaat aan één stuk door. U hebt al wat vreemde uitgedoste mensen zien zitten. Sommigen met heel veel krullen. En u kent een aantal daarvan ook. Dus we zijn heel erg blij dat mensen van hier, maar ook aangevuld door studenten uit Leiden, het aanzichtelijk gaan maken. Ik wens u een prettige avond. Ik ga niets meer zeggen. Het programma loopt vanzelf. Veel plezier. Eodem anno quidam Vaselinus de Velde filius Ionis dedit sancto Petro sedicim mensuras terrae qua jacet in Zaamslag sivegender dic praesente et annuente uxore sua agata cum filiis et filiabus coram his testibus Baldwino Blome Ioanne et Vaselino filii Hubani Hubanus Grecus Godefridus Rufus, Simon et Theodoricus, Presbyteri Sancti Nicolai. Thank you.
de Zaanslag in het land van Axel. Aan de zuidzijde der Schelde, provincie Zeeland, ziet men nog ten huidige dagen de hoogten van een grote en kleine tempel der ridderorde van Malta en van de heilige tempel van Zaanslag. Gesticht op last van een ridder Gerard van Maalstede in het jaar 1282. Bij het opgraven heeft men onderaardse kelders ontdekt en al daar geldspeciën gevonden waaruit de oudheid dier gebouwen is gebleken. Ook ziet men al daar nog een gedeelte van een stenen berg, alwaar eertijds zich een kasteel bevond dat vroeger als legerplaats aan de Salmoniërs heeft versterkt. In 1385 liet de heer van Borselen hetzelfde met zware bolwerken die zeer uitgebreid waren versterken. Zo als heden nog aan de grachten, grondslagen en palen waar de brug had gelegen om binnen het kasteel te raken te zien is. Ook voorzag hij het van veel krijgsvolk. In het jaar 1452 werd het kasteel onder hertog Philips en tijdens de Nederlandse beroerten veel beschadigd, totdat hetzelfde in het jaar 1586 bij het doorsteken der dijken door prins Maurits, die het kasteel den Spanjaarden ontweldigde, zijn sloping nabij was. Daar de polder waarin dat kasteel zich bevond ook nog, als ook meer andere polders, 60 jaren lang door de zee geheel overdekt zijn geweest. 2 jaren vroeger, en dus in het jaar 1584, werd ook het dorp Zaanslag door het volk van een graaf Hohenlo geheel door het vuur in de as gelegd, zoals blijkt uit het hier navolgende 5-regelige versje. Anno 1580 en vieren, ten 3e februari dag, die zag en Zaanslag staan in gloeiende vieren, gedaan door het volk van Schraven van Holach, dat op de schansen binnen Terneuzen lag. De hierboven gemelde polders, al zo tot 1648 gestaan hebbende, werden toen opnieuw bedijkt. Van het kasteel was niets overgebleven dan een toren staande op de reeds genoemde berg. Volgens de tekening in de kaart van 1697 en 1699 was dezelfde toentertijd nog aanwezig. En wij laten hier een korte beschrijving daarvan volgen. Door zijn hoogte was hij te Vlissingen aan het hoofd zichtbaar en diende tot baken voor de zeevaarden op ene binnenrivier, het Hellegat genoemd. Gemeenschap hebbende met de Hond of Westerschelde was vervolgens vierkant met zware muren en ene omtrek van meer dan 60 voeten. Beneden in de toren bij de ingang bevond zich op zekere hoogte een stenen gewelf, welke gedeelte van de toren tot gevangenplaats had gediend en waarin zich nog zware, ketenen aanwezig waren op den grond vastgehecht. Terwijl men naast de gevangenis een plaats vond voor een oven geschikt voor het bakken van brood voor de bezetting. De toren was van boven met een menigte schietgaten en andere openingen tot afwering van een vijand voorzien. Bij het afbreken van denzelve heeft men enige doodsgebeenderen gevonden en tot heden ziet men nog op de plaats waar hij gestaan heeft ene uitgestrekte hoogte. Als men veel kaarten ziet, vind ik het dorp van Zaanslag niet. Maar een hoge vaste toren op een berg, zoals gij zult horen. Zoveel mij tevoren staat door gezicht en gehoorde praat. Schoon wel 60 jaar geleden. Hoe die was en wat ze hem deden. Ik heb hem 1000 maal gezien. En meer andere oude lien. Vierkant
en van vaste muren om veel eeuwen te verduren. Dik, wel 60 voet of meer. Zeer bestendig tegen het weer. Een diep kruisvout, dat is een gewelf, was daaronder. Die gewis wel scheen een wonder. Want de grootte van deze boog was verscheiden rijken hoog. Daartoe was er een ruimte en breedte die ik niet juist heb afgemeten. Vastgemetseld met terras, of die nooit te breken was. Daarin was een nare kerker. En door ijzer nog veel sterker, dienende voor gevangenis. Daar geen licht of klank in is. Boven waren vele schietgaten en nog andere verlaten. En zijn hoogte was zo groot, dat hij zich tot baken bond, wel tot Vlissingen aan de hoofden, die de schepeling zich beloofden vaste vaart naar het hellegat, of het scheelt of verder wat. Hierop, bovenin, vele vogels woonden. Ravens, kraaien, kauwen toonden door het schreeuwen en haar vlucht wreed rumoerde in de lucht. Doch gelijk de oude tijden door langdurigheid verwijden, het allergrootste aards gesticht zag men hier ook uitgericht. Want hem wel in veel staat te houden, de heerlijkheid veel kosten zouden. Wijl hij krank wierd, dag op dag, als men er niet na om en zag. Dus men zoude hem demolieren en de stenen converteren om de diep onbruikbare weg wel te herstellen, was het gezegd. Hetgeen ik naargaans zag gebeuren, en het zeer goed ook hoorde keuren. Het kwam ook zeker wel te pas voor de voerlui in het moeras. Daar zij eerst deerlijk bleven steken, ja, haar lading moesten breken. Dit besluit dus vastgenomen is men tot de zaak gekomen. Hoor nu voorts een raar geval dat ik u straks zeggen zal. Als men wrocht met alle krachten, daartoe voerende hele vrachten, met houwelen en windaas, mokers en hetgeen meer de baas daartoe nodig ordoneerde. En de arbeid reguleerde, met veel roepen en geschreeuw, opdat ieder als een leeuw deze uiterste vermogen om zo'n sterke en zo'n hoge muur te brengen tot een val, waartoe touwen stonden pal. Zo is daar een bresse bonken op een werkman neergezonken. Dat men dacht, die vriend is dood. Doch hij hadde juist geen nood, want door het vichten van die hopen is hij gauw daaruit gekropen, welgemoed en onbezeerd. Hetgeen een ieder van ons leert, hoe God ons kan bewaren in de grootste rampgevaren, wijl ons leeftijd is bepaald, totdat elk zijn eind behaalt. Is er iemand nog genegen om te weten waar gelegen dat nog overblijfsels zijn van dit groot gebouw ruïn? Die wil ik wel informeren om de steen te remarkeren daar de poort van is gemaakt die de torenhoeve raakt. En
Ik wil hem naar de woning wijzen van de pachter. En aanwijzen boven op de berg te gaan, daar de toren heeft gestaan. Kwamen eertijds vreemdelingen om te zien de dorpskringen, was het voornamelijk bedacht dat men ze op de berg en bracht, om het gezicht te vermaken. Niet alleen met dat zeebaken, maar ook het omleggend land, of men had een kaart in de hand. Om nu het doelwit wel te raken, laat ons al die aardse zaken aanzien als veranderlijk en meest zoeken het hemelrijk. Thank you.
gehoord het rapport van de heren Ingels en de Reigersberg, mits Schaders, den secretaris van het land, geweest zijnde in conferentie met de gedeputeerden van de Kerkenraad van Zaamslag over de administratie van derzelver arme goederen en de gelet op de punten van akkoorden met de voorzegde gedeputeerden, dienaangaande gemaakt, bestaande substantielijk in het navolgende. Eerstelijk, dat derzelfde landen na voorgaande juiste calculatie werden genomen op 50 gemeten en de 135 roeden. Ten tweede, dat het bewind, administratie en de dispositie over de voorzegde landen zal wezen en de blijven als voor deze bij deze raad. Ten derde, dat aan den voornoemden kerkenraad of aan de diaconie binnen Zaamslag tot onderhoud en de assistentie van een gemene armen aldaar jaarlijks door handen van den rentmeester Paulus Gelijnsen Dekker of de den rentmeester in der tijd wezende zuiverlijk zal worden aangeteld en de betaald de sommen van 300 guldens. Ten vierde, dat de vruchten die de gemeente zaken in de voorledene jaren zijn geprofiteerd ten respecte van denzelfde landen zullen worden gecompenseerd tegens de geschoten en de andere onkosten daarover geleden. Ten vijfde, in gevallen de voorzegde landen zij in het geheel of ten dele bij sententie definitivi in judicio petitorio in gemene zaken aan den voornoemde armen zouden mogen worden afgewezen en geabjudiceerd, dat in zulke kas de voorzegde sommen van 300 guldens ter concurrentie van denzelfde afwijzingen zal worden verminderd en de gedefalcueerd. Gelijk ook zulke plaats zal hebben in gevallen de voorzegde landen door inbraken, welke God verhoeden wil, namaals mogen komen in hun deren, oftewel anderszins de gemeentezaken afhandig gemaakt, is na deliberatie het voorzegde verdrag in alle de bovenstaande punten en de artikelen aangenomen en de geapprobeerd, en vervolgens goedgevonden dat daarvan extract authentiek zal worden gegeven aan de voorzegde gedeputeerde, oftewel aan den predikant Huidenbroek, mits datzelfde akkoord prealabelement bij haar of te hem in het particulier al hier ter griffie wezende ondertekend, met gelofte van hun naar der inhouden van dien punctulek te zullen reguleren. O Zaamslag, nederig dorp aan Scheldekust gelegen. Als ik aan u denk, grijpt zachte weemoed me aan. Een zee van vroeger heil lacht me in uw aanblik tegen, maar getuigt ook van de smart die ik heb doorstaan. Op uw dierbare grond sleet ik mijn eerste jaren. Het was daar dat ik de zorg, de teerste zorg genoot, van hen die steeds voor mij als lievende ouders waren. Nadat voor het aardse licht mijn moeder de ogen sloot. Het was daar dat ik als kind eens schuldloos mocht spelen en dartelen door het veld, nog onbekend met leed. Waar ik voor het eerst zo gul de geestenspijs mocht delen,
der landjeugd toegediend, met wie ik toen mijn dagen sleet. Was daar dat ik voor het eerst mijn knieën heb gebogen en met een vroom gemoed het kinderlijk gebed dat opwelde in mijn hart deed stijgen tot een hoge, nog vreemd van alle kwaad, nog rein en onbesmet. Het was daar dat de eerste droom in maagdelijke jaren ontluikte in mijn ziel, zo weemoedvol gestemd en de eerste dichterlijke toon ontsprong aan mijn snaren. Daar ook waar ik voor het eerst de liefde heb gekend. Ik heb dagen vol van heil, ja op uw grond gesleten. O zaanslag, steeds zo waard, zo dierbaar aan mijn ziel. Ik zal nooit hetgeen gij schonk, waar ik ook ben vergeten. Want eindeloos is het genot dat mij te beurten viel. Herinner mij zo vaak hoe menig malen ik zomers, als de zon ter wester kimme zonk, van alle dwang ontdaan, ging door uw velden dwalen, wier vruchtbaarheid en bloei mij lieflijk tegenblonk. Ik zag het rijden graan, zijn lange stammen wiegelen, zo zachtjes voortgestuwd door zoet gestreel. En wilg en eikenboom in uwen vloed zich spiegelen. Ik ving de laatste toon van 's nachtegaalse kweel. Hoe lieflijk was mij het zicht van uw groene weiden met lang en mollig gras, zo weelderig overdekt waar roos en anemoon haar ambergeuren spreiden. Twee in de olmenschouw zich razend nederstrekt. Hoe dikwijls was ik daar nog peinzend neergezeten, wanneer het vloers der nacht reeds de aarde had omhuld. Kon alles om me heen in zulke stond vergeten, mijn reine welders was geheel mijn ziel vervuld. O, het was zo zalig, toen bij stoorloos genieten, ik staarde gans verrukt de pracht der schepping aan, terwijl het sterrenlicht zijn glans tot mij liet schieten. Zacht praalde aan 's hemelsboog de lieve, kuise maan. Tuigde alles in dat uur van goddelijk alvermogen, van al het goede en het schoon, dat hij zijn kinderen schenkt. Wie is het dan, niet verrukt en opgetogen, met dankbaarheid vervuld, o God aan u gedenkt? Wie niet, die dan een bede tot voor uw troon doet stijgen, die opwelt uit de ziel tot smeltens toe ontroert? Wie voelt zich niet, de borst naar hoger stemming hijgen, ontheven aan het aardse, tot reine sfeer gevoerd? En nu nog, schoon het lot mij ver van u doet leven, blijft mij het gedenken bij van hetgeen ik daar genoot. De vreemde streek kan mij dat zacht genot niet geven, dat ik in ruime mate in smaakte, in zaanslag schoot. Ja, zaanslag, gij zult mij toch immer dierbaar blijven. Niets zal uw zalig beeld ontrukken aan mijn hart. Herdenken aan uw schoon kan vaak mijn leed verdrijven, versterkt mijn tedere ziel tot balsem in mijn hart. Vaarwel, volzalig oord. Ik wil deze zwakke zangen doen klinken te uwer eer. Gij zult het eenvoudig lied, hoe kunstloos het ook zij, als reine hulde ontvangen. En hulde die mijn hart, mijn dankbaar hart, u biedt.
hoezeer met schroom toch om een lang gekoesterde wens te bevredigen, waag ik het met eens beschrijving mijn woonplaats voor de dag te komen. Reeds sedert ik mij ten jare 1836 al daar gevestigd zag, heb ik mij beijverd tot het opsporen van alle daartoe strekkende bijzonderheden, om daaruit de enige tijd een zoveel mogelijk volledig geschiedenis deze gemeente te kunnen samenstellen. Die tijd nu scheen mij aangebroken te zijn, toen de hervormde gemeente te deze plaats op de 27e januari 1858 feestvierende het 200-jarige bestaan van haar kerkgebouw mocht gedenken. Ik wenste alzo deze gedenkwaardigen en deze gedenkwaardigheid ter vergetelheid te ontrukken door de uitgaaf enige geschiedkundige plaatsbeschrijving, gelijk ik ten jare 1851 bij de viering van het tweede eeuwfeest van de vestiging der hervormde gemeente aan deze plaats getracht heb de plechtigheid van die dag in herinnering te houden door de uitgaaf van enige geschiedkundige naamlijst der predikanten van deze gemeente. In plano, ten voordele der kerkenfondsen. Ook de zuivere opbrengst deze uitgaaf heb ik tot hetzelfde einde bestemd om alzo hierdoor weder een blijk van belangstelling te geven in de kerkelijke aangelegenheden ener gemeente, waarin ik bereids 22 jaren met genoegen mocht werkzaam zijn. Dit weldadig doel zal, naar ik vertrouw, te meer uitlokken tot het zich aanschaffen van een boekwerk, waarvan de prijs daarenboven zo laag mogelijk bepaald is, om geen enkele belangstellende af te schrikken. Alle eigenbelang, alzo terzijde schuivende, hoop ik naar mijn geringe krachten mede een steentje te zullen hebben aangebracht tot het gebouw der topografie, het welk ook in wijdere kring niet geheel onopgemerkt mogen blijven. In bijzonder voor mijn dorpsgenoten wens ik dat zij in het helder licht der onfeilbare geschiedenis hier en daar een wetenswaardig onderricht en soms ook een heilzame wenk in deze plaatsbeschrijving zullen opmerken en zich te nutten maken. En dat zij in de eerste plaats met de daad mogen mogen tonen in de welvaart deze burgerlijke en het heil deze kerkelijke gemeente nevens mij een levendig belang te stellen. Dat is mijn woord ter inleiding. Een en ander heb aangestipt. Wat naderhand weder uitvoeriger herhaald wordt, is alleen geschied om de oningewijden al aanstonds een zaakrijk en geregeld overzicht te geven van de kerkelijke geschiedenis deze gemeente, welke later met die der burgerlijke gemeente en andere bijzonderheden vermengd, anders minder gemakkelijk door hen zal te volgen zijn. Overigens heb ik bij de bewerking deze geschiedenis het moeilijkste ondervonden om te gewagen van nog levende personen of ook van hen wier nagedachtenis nog vers in het geheugen ligt. Hoezeer zulks in een werk als het onderhavige voor mij onvermijdelijk was, heb ik evenwel hierbij alle mogelijke omzichtigheid gebruikt. Mocht ik hierin echter, naar het oordeel van sommigen, nog te kort gebleven zijn, men houde mij zulks dan ten goede. Daar ik gaarne openlijk de geschiedenis afleg en de getuigenis afleg van niemand opzettelijk in meer of minder gunstig daglicht te hebben geplaatst. Grote erkentelijkheid ben ik verschuldigd aan zoveelen die mij op mijn aanzoeken met welwillendheid de vereiste inlichtingen verstrekten, zo uit gemeente- en kerkelijke archieven als uit familiepapieren en uit gedrukte bronnen, voor zoverre ik deze zelf niet bezat, ook zonder dat ik hier een tal van namen opsom, mogen zij allen zich verzekerd houden dat ik een dankbaar gebruik van hun mededelingen gemaakt heb.
maar onder die allen mag ik evenwel de bijzondere hulp niet verzwijgen. Werk ik te danken aan mijn waardige vrienden en ambtsgenoten, de heren P. Fred, de Vlissingen en de heer J.H. van Dalen te Sluis, zonder wier bijstand ik bezwaarlijk tot enige gewenste volledigheid zou geraakt zijn. Voor hun volijverige belangstelling in deze mijn arbeid hebben zij meer dan gewone aanspraak op een eervolle vermelding. Mogen Gods dierbaarste zegeningen uitgestort worden, zo over hen als over al mijn lezers. Met deze bede onderwerp ik mijn arbeid, aan welke ik menig aangenaam uur besteed heb, ter verpozing van de veelvuldige bezigheden mijn ambtsbediening, aan het bescheiden oordeel van allen in wie de handen zulks komen zal, en in de vurige hoop dat mijn welgemeende poging met enig gewenste uitslag zal bekroond worden. Oproepingstelegram. De burgemeester der gemeente Zaanslag, ontvangen hebbende van de minister van Oorlog onderstaand telegrafisch bericht: alle miliciens met spoed opkomen. Datum van opkomst 1 augustus. Roept dientengevolge de miliciens verlofgangers van de zee en van de landmacht van alle lichtingen in deze gemeente verblijf houdende op om zich op bovengenoemde datum op de wijze als voor opkomst onder de wapenen met spoed is vastgesteld naar de voorgeschreven plaats van opkomst zich te begeven. Zij worden voorts opmerkzaam gemaakt dat deze openbare kennisgeving rechtens voldoende is en dus den verlofganger bij niet-opkomst in verzuim stelt. Was getekend de burgemeester. Zaanslag den 31 juli 1914. Hoort, hoort en zeg het voort. Middelburg, 24 september 1914. Aan herenburgemeesters in de provincie Zeeland. Namens zijn excellentie, de minister van Binnenlandse Zaken, heb ik de eer u uit te nodigen aan vluchtelingen die zich in uw gemeente bevinden, of daarin nog mochten komen, zoveel mogelijk uw bemiddeling te verlenen, waar deze wordt verzocht. Terwijl gij, wanneer huisvesting binnen uw gemeente van vluchtelingen, die zelf enigermate in hun onderhoud kunnen voorzien, niet mogelijk blijkt, u in verbinding kunt stellen met het provinciaal comité tot organisatie der hulpverlening aan vluchtelingen in Zeeland. Secretariaat, Nieuwstraat H41 te Middelburg. Was getekend de commissaris der koningin in Zeeland.
Met groot genoegen laat ik u het volgende weten. Men heeft ons laten weten, vanuit het kabinet en vanuit de vredesbesprekingen van Parijs, hetwelk ik u met grote vreugd mag meedelen, dat de Belgische annexatie van Zeeuws-Vlaanderen nu definitief van de baan is. Zeeuws-Vlaanderen blijft bij Nederland. Hare Majesteit antwoordde telegrafisch als volgt. Van ganser harte deel ik uw vreugde in de voor Zeeuws-Vlaanderen en ons gehele Nederland gelukkige afloop ter voorlopige besprekingen te Parijs. Ik dank uw comité en de gehele bevolking van Zeeuws-Vlaanderen voor de krachtige steun der regering verleend tot het behoud van onze nationale eenheid. Mogen de hechte banden, welke uw landstreek met Nederland en mijn huis verbinden, tot in lengte van dagen uw bevolking heil, zegen en voorspoed brengen. Was getekend Wilhelmina. Stemt allen in met mij met een driewerf hoezee. Leve de koningin. Hoezee. 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 Wij hebben nu de geschiedenis grotendeels doorlopen en we komen nu aan bij een feestelijk punt in de agenda voor vanavond en dat is het presenteren van het nieuwe boek van de stichting. Ik ga u daarin een korte introductie geven. Er is maar één locatie in Zaamslag die sinds de grondlegging van het dorp dezelfde functie heeft gehad. Midden van het plein als religieus centrum met een kerk. Rondom de studie naar historische kerken heeft zich een hele theorie ontwikkeld. Kerkgebouwen en hun consistentie en verschijningsvorm kunnen een grote hoeveelheid informatie opleveren over sociale status en cohesie van een gemeenschap. Dit boek is niet het eerste werk over de geschiedenis van de kerken in Zaamslag. Dominee van Zaamslag Willem te Water en zijn zoon, hoogleraar te Leiden,
Jona Willem te Water schreef reeds eerder een werk over de kerkhervorming in Zeeland. Geruime tijd later schreef schoolmeester Joost van der Baan, we hoorden het voorwoord, ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan van het kerkgebouw het boek Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag, 1859. Weer wat later bracht historicus De Mul het oorkondenboek uit van het Zaamslagse hospitaal in 1932. Jan Plateeuw schreef over het kerkelijk leven na de hervorming in Zaamslag in zijn Zaamslag door de eeuwen heen, uit 1968. In 1999 bracht een van de auteurs, Bas de Leeuw, een boekje uit bij de viering van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw van de hervormde gemeente, nu de PKN, waar wij nu aanwezig zijn. Delen van die publicatie zijn in het nieuwe boek in herdruk opgenomen. Toch is deze nieuwe publicatie geen herhaling van al bekende feiten. Er is wel degelijk grondig onderzoek uitgevoerd voordat deze publicatie tot stand is gekomen. Het onderzoek ligt ditmaal de nadruk op een vergelijkende en in bredere context plaatsende aanpak. Hierdoor zijn nieuwe feiten aan het licht gekomen en is een boek ontstaan dat nog tot ver in de toekomst bruikbaar zal zijn. De meeste van eerder uitgebrachte boeken over dit onderwerp hielden vooral verband met jubilea, met name eeuwwisselingen van gebouwen of gemeenten. Dit boek houdt niet specifiek verband met een enkel kerkgebouw, maar is toch uitgebracht met een jubileum, dat van 850 jaar van de oudste vermelding van Zaamslag uit 1163. Daarom wordt dit jaar, en ook afgelopen jaar, stilgestaan bij plaatsen die een belangrijke band hadden met het middeleeuwse Zaamslag. Het plein is daar een van die locaties van. Vaak werd in geschiedenisboekjes over de kerkelijke geschiedenis van Zaamslag vooral de hervorming en de periode daarna beschreven. Wellicht uit herkenbaarheid. Dit boekje heeft echter voor het eerst ook aandacht voor de middeleeuwse Rooms-Katholieke parochiekerk van Zaamslag. Door de gehanteerde methodiek is getracht eens voorbij het verwijzen naar de tekening van Horenbout uit 1569 te gaan en nieuwe inzichten te verschaffen. En eigenlijk begint het verhaal van het boek dan ook al wel 2000 jaar geleden, wanneer de apostelen de wereld intrekken om het verhaal van Jezus Christus te vertellen. Hoewel in de 4e eeuw onder keizer Constantijn de Grote het christendom een staatsgodsdienst werd, duurde het nog tot in de 7e eeuw voor de eerste missionarissen hier in deze gebieden voet aan wal zetten. Willy Brood kwam uit Engeland en trok met zijn begeleiders rond, terwijl hij de Germaanse stammen het evangelie bracht. Zo vinden we nog steeds een Willy Broodersput te Zoutelanden op Walcheren. Toch duurde het nog lang voor het christendom definitief geaccepteerd werd. De missionarissen werden vaak aangevallen, weggejaagd en hun kerken dan verbrand. Bonifatius werd bijvoorbeeld door de Friezen bij Dokkum vermoord. Enkele decennia later probeerde keizer Karel de Grote samen met de paus de kerstening voor te zetten. Eigenaardige rituelen, waaronder het deponeren van zwaarden in rivieren, een prehistorisch gebruik, en het geloof in bosgeesten, heksen en tovenaars, bleef nog vele eeuwen voortbestaan. Dit boek kon enkel tot stand komen met de enthousiaste en bereidwillige medewerking van een groot aantal sympathisanten. Hierbij willen wij hun graag voor hun bijdrage bedanken. Wij raden u ook van harte aan het boek aan te schaffen, want u zult hiermee de stichting en onze activiteiten zult u daarmee steunen. En we zullen allebei aanwezig zijn om nog een krabbeltje in te zetten, zou u dat willen. Dan wil ik graag op dit moment de vertegenwoordiger van de gemeente Terneuzen naar voren roepen. Ik weet niet of hij aanwezig is. Helaas niet. Ach, heen. Ja, dat doen we straks. Dat kan ook. Ja? Zullen we dat doen? Ja. Dan hebben we even. Dan gaan we de heer Rauw het boek overhandigen. Ja? Ik weet niet wat hem helpt, hè?
Ik denk dat meneer Rauw ook heel erg bekend is in dit dorp. Ik denk bijna iedereen die hier is hem kent. Dus het is voor ons een grote eer om het eerste exemplaar aan u aan te reiken. Zo. Hè? Toen ik binnenkwam, toen zeiden ja, de bonussen waren nog niet gaar. Dus die krijgen jullie niet vanavond. Vanavond krijgen jullie wel wat lekkers. Achterin staat straks wat te eten, te knabbelen en te drinken. We waarderen het helemaal. Ik ga even hoog staan. Dat is eigenlijk ietsjes beter. Ik vond het een fantastische avond. Je vloog in een uur... Nog niet eens een uur. Zoveel eeuwen door. En het begon in de middeleeuwen. Dan krijg je een gegeven ogenblik een tijd van dat boel kapot gaat. Zodat het weer herbouwd wordt. En dan is er ineens een mevrouw. Sanky heeft het prachtig voorgedragen, vond ik. Die helemaal lyrisch is van zaamslag. Nou, laat ze dat dus ook eens horen in andere plaatsen. Zaamslag, dat is maar niks. Sluiskil of Axel is veel mooier. Nee, een prachtig lied op zaamslag. En dan die tijd, daar denken we ook op momenten, zeker in België aan nu natuurlijk, van 1914. Hè, dus het begin van de oorlog. En we waren wel neutraal hier, maar er zijn ook heel veel vluchtelingen hier gekomen. En we willen ook proberen met onze stichting, want we blijven niet echt bij die ridders hangen hoor. Maar met onze stichting proberen we ook straks de verhalen van de nog levende mensen op te tekenen. En we willen dat eigenlijk doen via de kinderen. Dat de kinderen horen de verhalen van de oude mensen van toen en toen en toen. Dat leek me ons eigenlijk heel mooi, omdat ja, de orale overbrenging van alle verhalen. Dus dat gaan we ook nog in gang zetten. We hebben heel veel ideeën. We willen ook dus bij de ingang naar de molen, naar de Torenberg, zuiltjes neerzetten. En die zuiltjes, er zijn stenen uit de Polderstraat gekomen. De Polderstraat ligt nu nog in het zand, maar daaronder lagen hele oude stenen die nog van het kasteel waren. En Richard is natuurlijk dan wel zo keen om te zeggen van... hé, dat is nog een antieke steen. En dat is nog een antieke steen. Die liggen nu bij ons, bij de Zwarte Schuur. En die gaan we schoonmaken en die gaan we weer gebruiken. Want het is, je kunt zulke stenen wel kopen, maar dan komen ze ergens anders vandaan. Maar deze komen van ons kasteel. Zo gaan we bezig. We gaan een GPS met apps... Dat is voor mij iets ingewikkelds, maar goed, met apps dat je de route van het kasteel kan uitlopen. Dus plannen genoeg. Ik hoop dat u met ons mee gaat genieten de komende tijd. Het kalenderjaar, het antieke kalenderjaar van Pasen tot Pasen is dus nu strakjes natuurlijk voorbij. Maar we gaan door met mooie dingen doen van de historie van zaamslag van deze streek. We gaan nog wat andere publicaties ook proberen te realiseren. En we blijven u informeren. Vandaar dat we ook bij binnenkomst vroegen om e-mailadressen, zodat we u kunnen uitnodigen. Bijvoorbeeld als we het prachtige schilderij gaan onthullen. Dat gaat binnenkort ook gebeuren natuurlijk. In ieder geval wil ik eigenlijk een aantal mensen even bedanken. En dan moet ik even naar achter lopen. Momentje. We hebben muzikaal een bijdrage gehad. Ontzettend leuk. De harpiste, mag ik die een boeket bloemen? En de organist, waar is die gebleven? Ja. En dan wil ik ook nog iemand naar voren roepen, die helemaal, denk ik, achterin zit. Dat is Corrie. Corrie, waar ben je? Ja. Want Corrie, die heeft van gordijnen en allerlei andere
dingen die eigenlijk heel veel mensen weggooien, zulke mooie antieke kleren gemaakt. En dan doet ze dat allemaal voor niks en dan komen er patronen, kom maar naar voren. En ik wil je ook even daarvoor bedanken, want zonder jou waren die mooie kleren er ook niet geweest. En dan die twee heren, Bas en Richard, die dat boek hebben gemaakt. Helemaal voor niks, helemaal zomaar. Omdat ze het leuk vonden, maar omdat wij er ook kunnen van gaan genieten. We willen die twee heren, ze hebben een boek voor ons gemaakt, zij krijgen een boekenbon. Dankjewel voor hun vele werk. En dan nodig ik jullie allemaal uit om naar achteren lekker wat te drinken. En dan hoop ik dat u een gezellige avond hebt gehad hier in Zaamslag. En nog een heel goed weekend. Tot ziens. APPLAUS